Het doepark baat in een vriendelijk ochtendzonnetje. Het is rustig, een enkeling laat zijn hond uit. Maar in het natuurhuis zijn ze al druk bezig. De scharrelkids van het IVN trekken zich het lot van de insecten aan. Ze gaan een insectenhotel bouwen. Noah, wat zijn jullie hier aan het doen? Een insectenhotel aan het maken. Een insectenhotel, waar is dat voor nodig? Die beestjes kunnen toch gewoon ook in het riet en zo en onder de daken? Ja, het kan, maar ja, het gaat niet zo goed met de insecten. Nee, het gaat helemaal slecht, best wel slecht. Gaat het slecht met onze insecten? Hoe komt dat dan? Omdat er ook heel veel minder ruimte komt voor de insecten. Omdat er meer huizen worden gebouwd en dan hebben ze natuurlijk minder plek. Ja. Houden mensen eigenlijk wel van insecten? Nou, dat ligt er een beetje aan. Kinderen meestal wel, maar volwassenen, die zie je wel minder vaak. Ja, nou, soms jeuken ze ook een beetje, hè, muggen en zo. Ja, hoe zit het dan, waar zijn dan insecten nuttig voor? Voor het bestuiven van onze fruit en onze bloemen. Die wij zo uit de supermarkt of uit de bloemist kunnen halen. Die bloemen. Maar ik zie nu ook de tulpenboom in bloei en de appelbomen gaan bloeien. Wat doen insecten dan? Wat doen bijen dan? Die bestuiven het. En wat gebeurt er dan als ze het bestuiven? Dan gaan ze groeien en dan kunnen er ook honing en alles van gemaakt worden. En dan kan er ook een andere bloem, die kan er bestuiven worden. En dan gaat dan eigenlijk een beetje als een patroon door. En wat kunnen wij nou doen zodat... Het gaat niet goed met insecten, zeg je. Wat kunnen wij nou doen om te zorgen dat het wel goed met ze gaat? Veel bloemenplanten, struikenplanten en dan gewoon ze leefgebied niet weghalen. En misschien een insectenhotel maken. Ja. Wat is dat eigenlijk, een insectenhotel? Daar kunnen ze in leven. Daar kunnen ze bijvoorbeeld tunnels in graven. Kunnen ze blijven slapen. Ik heb een bloempotje als voorbeeld. Misschien ook eitjes leggen? Eitjes kan ook. Nou, jullie gaan dus een insectenhotel bouwen. Oké, nou, dan gaan we bekijken. Dankjewel, Noah. Graag gedaan.